Stoa Challenge stap 2. Table temperance, oftewel gematigdheid aan tafel. Het bewust eten of drinken, alleen gematigd, zonder te scrollen en zonder afleiding. Dagelijks heb je daar minstens 3 maal de kans toe. Oké, besje per besje. Oh, zo zalig die zon hier. Oei, wel wat hard brood precies, heel stoïcijns. Nog een besje. Straks planten die weer eten water geven. Wat zou Brad Pitt nu aan het doen zijn? Stoïcijns eten is je niet volproppen, maar matig eten. Het doel is dus niet om geobsedeerd te zijn met elke kruimel van je eten, maar eerder om beter na te denken over wat je eet, wat je doet en of je dat eigenlijk wel beter zou kunnen doen. Alleen is eigenlijk ook maar alleen. Hey Bjorn, heb je zin in een meditatief koffietje, zoiets? Ja, dat is goed voor mij. Alright, tot straks. Tot goed, hè.